En het mooiste ervan is, deze meneer en ik, en met die meneer meer gezeten met Julia, met Zand, bij elkaar, behalve mijn vrouw, daar heb ik wel vaker mee gezeten. En voor de rest heb ik met die man aan tafel gezeten met hem. En die man staat altijd met twee cicatrices aan tafel. En wij hadden nooit het gevoel dat die man stond te beven van angst. Sterker nog, die heeft ons een keer de les gelezen, bijvoorbeeld bij Afropan. Dus die man die las onze les en dan vonden we terecht, want hij zei, ik ga hier over orde en over de beveiliging. Ik kon het moeilijk zeggen, daar gaat het niet over, meneer de burgemeester. Maar dat was je lokale burgemeester. Maar, wij wilden dit proberen. Waarom is vrijdagochtend geen actie ondernomen op de melding van een doodsbedreiging ten aanzien van meneer Arends? Waarom heeft de heer Arends geen aangifte gedaan? En dit zijn vragen eigenlijk die jullie hadden moeten stellen als pers. Er is maar één man in de pers van Radio 1 die kritische vragen heeft gesteld. De rest heeft klakkeloos overgenomen wat meneer Arends heeft gezegd.